Kijkers, welkom. Zoals u weet is de overheid enkele maanden geleden gestart met het Safe City project. Daarover praten wij vandaag met hoofdinspecteur, de politiewoordvoerder, meneer Humphrey Naarten, die ons meer over het project zal vertellen. Meneer Naarten, een hartelijk welkom. Dank u wel. Hoe gaat het met u? Nou, prima. Ja? Ja. We gaan praten, meneer Naarten, over het Safe City project. Ja. We zijn onlangs begonnen ermee, om precies te zijn, denk ik januari, februari, ja, januari. Zijn we officieel gestart met het project. Klopt. We zijn nu enkele maanden verder. Ja. Wat is in principe het doel geweest om zo'n project te starten? Nou, het doel is om de veiligheid te verhogen. Vandaar dat we nu al zeker 300 camera's hebben op verschillende locaties in Paramaribo, Groot Paramaribo en Wanica. Ja. Ik heb begrepen dat in feite het uiteindelijk doel is om bijna geheel Suriname te bestrijken, toch? Maar we zijn nu zeker in Paramaribo, hebben we x aantal in Wanica. En het, zoals ik zei, het is om die veiligheid te verhogen. Ja, ja. En het heeft twee belangrijke aspecten, dit project. Het heeft een preventief karakter en een repressief karakter. Preventief, de collega's die zitten en kijken naar de schermen, als ze een gedraging van iemand zien, waardoor ze vermoeden hebben dat de persoon mogelijk van plan is een strafbaar feit te plegen, dat treden ze dan in contact met het politiebureau in wiens resort de persoon zich bevindt. Okay. En dan kan de politie dan gaan optreden. Klopt. Dan voorkom je een mogelijk strafbaar feit dat gepleegd zou worden. En repressief, dat strafbaar feit is al gepleegd. En met behulp dus van de beelden die zijn vastgelegd door die camera's van Safe City, kan de politie dan de dader dan nog zeg maar sneller achterhalen. Of achterhalen. Ja. Dus dat zijn de twee. Dat zijn dus de voordelen die je en kan grote, halen en zijn grote van de beelden die je binnenkrijgt. Absoluut. Het zijn grote voordelen, hoor. Precies. Ja. Ik heb ook begrepen dat er een aantal zaken, zeg maar, ondertussen zijn opgelost. Die door middel van de beelden die u, zeg maar, heeft verkregen uit het Safe City project, zijn opgelost. Ja. Kunt u een paar van die zaken zo'n beetje naar voren halen? Oké, laat me dit zo zeggen. Mede. Door dus de beelden van Safe City hebben we mensen achterhaald, daders zichtbaar gemaakt inderdaad, maar in bepaalde gevallen hebben dus de beelden ervoor gezorgd dat we sneller achter die verdachte konden aankomen. Ja, ja. Toch? Kort nadat ze strafbaar feit hadden gepleegd. Zo kan ik voor de geest halen een geval van drie criminelen die waren een zaak binnengedrongen, als het goed is een opticien, en de mensen beroofd. En binnen een kwartier, 20 minuten daarna, waren ze al in de kracht en gevat door de collega's van RBTP. Dat staat voor regio bijstandsteam Paramaribo. Ja. Dankzij die camerabeelden van Safe City. Oké, ziet u. Toch, want men kon zien de auto, volgnummer, weet je, snel contact gemaakt met onze afdelingnummer bewijzen. En zo zijn we gekomen op een adres. Dat adres aangedaan en die auto was daar en die kerels waren daar. Ja. Toch? Dus dat is één. Ik ken nog ook een ander geval hoor. Even voor de geest halen. Ja, dat was een geval, maar dat was een aanrijding waarbij de persoon was weggereden. De man had een andere auto dus beschadigd en de persoon is weggereden. En dankzij dus de beelden van Safe City, die camera's, is dan de doorrijder achterhaald en is ook dan opgepakt. Maar je hebt een scala van gevallen hoor, die dus gemaakt heeft dankzij de camerabeelden dat de mensen zijn opgepakt. Misschien kan ik even kort aangeven, zodat men een beeld heeft. Ja, precies. Gaat u gaan. Als we kijken vanaf de maand januari, februari, maart, april en mei, dan zien we dat voor wat de artikel 372 betreft en artikel 372 in de wet is diefstal middel van geweldpleging. Okay. Mede dankzij dus de camerabeelden heeft de politie
33 gevallen, ja, zeg maar, verdachten aangehouden. Okay. Mede dankzij beelden vastgelegd door een Safe City. Als we kijken naar diefstal, dat noemen we gekwalificeerde diefstal, bijvoorbeeld diefstal bij nacht, het losrukken van iemands halsketting of het wegrukken van een tas en dan wegrijden. In de maand januari tot en met mei is dankzij dus een vastgelegde beelden 15 gevallen, zeg maar, in zoverre opgelost dat verdachten zijn aangehouden. Als we kijken naar het diefstal, dus zonder geweld, dan zijn er 4 aanhoudingen geweest dankzij beelden van de camera's erbij. Gevallen van mishandeling zijn 3 mensen dus zichtbaar gemaakt en aangehouden. 1 geval van opzettelijke vrijheidsbeneming. Ja. Dankzij camerabeelden is de verdachte ook zichtbaar gemaakt en aangehouden. We hebben ook beelden kunnen vastleggen in een levensberoeving. En dat is het geval van laatst hier bij dat pompstation. Camerabeelden van Safe City zijn ook veilig gesteld. We hebben helaas nog geen aanhoudingen, maar deze beelden zullen zeker, als er aanhoudingen zijn, zullen deze beelden zeker van nut zijn om, zeg maar, klaarheid te brengen in de zaak. Klopt. En wat aanrijdingen betreft, hebben we dus 12 personen zichtbaar kunnen maken, dankzij beelden vastgelegd door de camera's van Safe City, die zeg maar na aanrijding waren doorgereden. Ja, ja. Dus als je mij vraagt, heeft dit project zijn nut nu al bewezen? Ik merk, als ik zo kijk naar de lijst, hè, dan vind ik dat het aardig wat zaken heeft opgeleverd. Absoluut. Goede resultaten. Ja. En dit kan, denk ik, beter worden. Er kunnen veel meer zaken worden opgelost en natuurlijk moeten ze eerst getraceerd worden. Ja. U weet dat er in het begin van het project was er heel veel kritiek. Ja. Men vond van onze privacy is dan niet meer gegarandeerd, onze veiligheid is dan niet meer gegarandeerd. Hoe zit het daarmee? Is dat ook een beetje tot rust gekomen en heeft de organisatie ook daaraan wat kunnen doen? Oh ja, absoluut. En ik denk dat, kijk, er is een bekende spreekwoord, hè? Onbekend maakt onbemind. Dus men dacht van dat we zouden gaan kijken, kamers zouden gaan richten in hun woningen. Precies. Om te kijken wat men daar in privé doet. Nee, precies, absoluut niet. Dat mag totaal niet. En als men goed oplet, gaat men zien dat de camera's op plaatsen zijn gezet waar de kans dat men in je woning zou kunnen kijken niet heel of bijna helemaal niet bestaat. Ja. Trouwens, er zijn procedures intern waar men strak de hand aan houdt. Je moet zich zo voorstellen, daar waar de comment center, daar heb je dus tegen de muur een x-aantal schermen. Ja. En je kan inzoomen, je kan uitzoomen, maar iedereen zit in een zaal. Ja. Dus ieder kan zien wat de ander doet. En er zijn leidinggevenden, die kunnen ook zien wat er allemaal gebeurt daar. Dus als je gaat inzoomen in iets en de leidinggevenden zou zien van kijk, maar dat heeft niks te maken met veiligheidsaspecten, dan ga je natuurlijk op het matje worden geroepen. En ik weet 1 geval waarbij een ambtenaar zich niet had gehouden aan hun protocol. En wat was dat vergrijp tussen aanhalingstekens? Ja. Men was bezig met de loop, Biggie Brokkie Waka. Ja. En op een gegeven moment heeft hij dus familie gezien op die brug. Ja, ja. En hij heeft een snapshot van gemaakt. Oh, okay. Dus je zou zeggen, het is een onschuldig ding, maar er zijn duidelijke afspraken. Je mag dat niet doen. Precies. En hij is gelijk afgelost. Okay. Om alleen maar aan te geven hoe streng de leidinggevende daar precies de hand houdt aan hun protocol. Anderen, dat heeft waarschijnlijk ook ervoor gezorgd dat er gelijk een maatregel is in het leven is geroepen en dat is, of een protocol weer zeg maar, ja,
of een werkproces, is dat als je je mag je cellulair bij je hebben, maar als je een gesprek krijgt, of laat me het anders zeggen, zoals hij me heeft gezegd, je mag jouw zaktelefoon niet gebruiken in die ruimte. Oké. Okay. Dus als je een telefoontje hebt gekregen, moet je buiten de ruimte gaan om daar jouw gesprek te ontvangen. Of als je een gesprek moet voeren, dan moet je buiten die zaal gaan. Maar niet in die ruimte. Je mag niet in je hand hebben. Dat alleen al is, dat ben je alleen overtreden. Zoals bij de rijwet toch. Als precies, je rijdt, mag je je cellulair niet in de hand is strafbaar. Hebben. Toch? Dus zo scherp heeft men het gesteld. Ter voorkoming dat men misbruik zou kunnen maken van zeg maar het Safe City project. Dus je mag je zaktelefoon bij je hebben, maar in je zak of in je tas. Maar je mag het zelf niet in je hand hebben. Als je het moet gebruiken of wil gebruiken, natuurlijk als je een telefoontje wil plegen, ga je de leiding geven. Dan moet je vragen om even een telefoontje te plegen, want je bent aan het werk. Het is geen privé ding. Dan moet je buiten de zaal gaan. Dan mag je daar je gesprek voeren. Ja. Alleen maar om te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die je hebt om zaken te zien, toch? Die bestemd zijn voor de dienst. En er is ook een ander ding. Je bent politieman, maar het is niet zo dat elke politieman kan bellen naar command center en zeggen van ik wil beelden hebben over een bepaalde plek. Nee, het werkt niet zo. Er zijn mensen aangewezen, de resortcommandant, weet je, mensen die eventueel mogen bellen zijn de resortcommandanten, afdelingshoofden, die bellen en geven aan van kijk, er heeft zich iets voorgedaan op zo'n dag, zo'n tijdstip ongeveer, op een bepaalde plek. Hebben we daar camera's staan? Ja. Kunnen we beelden krijgen over een bepaalde periode? Toch? Dus dat een verzoek wordt gericht aan het hoofd van CC, dat het inspecteur Mohan is. En die op zijn beurt, dan mag men komen, de afdeling die de zaak onderzoekt, een leidinggevende of een van de betrokkenen mogen gaan, even kijken van oké, er zijn bruikbare beelden voor ons, voor onze case. Dan hebben we een andere afdeling, de digitale recherche. En dan komt de digitale recherche, dat stukje beeld, dan opnemen. Okay. En zo krijgt dan de afdeling dat materiaal. Maar dus je kan niet gewoon met je stick en je neemt wat je wil. Precies. En alles wordt vastgelegd. Klopt. Dus zoals ik het begrijp, dan heeft bij wijze van spreken elke politiestation een bevoegd persoon die zeg maar beelden mag opvragen. Opvragen, dat is de resortcommandant noemen we die persoon. Oh, okay. Dus je hebt de resortcommandant, je hebt gewestelijke politiecommandanten. Bijvoorbeeld hoofd van afdeling kapitale delicten. Die is sowieso iemand die een van de personen die beelden mag opvragen. Maar dan moet je ook aangeven, specifiek aangeven waarom, in welke case. En dat alles wordt dan vastgelegd door het hoofd van CC. En wat ik zei, dat komt dan de mensen die bezig zijn met beelden. Ik heb al zoveel afdelingen. Digitale recherche. Okay. Die komt dan de beelden, dat stukje materiaal dat je nodig hebt. Komt dan digitale recherche dat opnemen, vastleggen. En dan krijg je dan bijvoorbeeld op een stick of op een CD, maakt niet uit. Want vaak genoeg kan dat materiaal, dat beeldmateriaal, kan je ook gebruiken ter terechtzitting, toch? Als, ondersteunend aan wat je denkt dat de persoon heeft misdaan. Of als een stukje bewijsmateriaal. Klopt. Dus men heeft zoveel mogelijk ervoor gezorgd dat beelden niet oneigenlijk worden gebruikt. Want dan valt alles in duigen. Want als men op een gegeven moment het vertrouwen verliest, dan heb je een probleem. Klopt. Wat zou het volgende traject moeten zijn, gezien het feit dat het project geslaagd is en zo gezien mag worden als een geslaagd project. Wat zou dan nu het volgend traject moeten zijn met betrekking tot het uitbreiden van het project? Want er was natuurlijk in eerste instanties
sprake van Paramaribo, ja, en Vanica. Ja. En ook op cruciale plekken, bijvoorbeeld de grensposten, bijvoorbeeld, ja, die werden ook voorzien, ja, van zo'n camera. Ja. Ja. Maar ik denk dat er heel wat cruciale plekken nog zijn, ja, die behoefte hebben aan zo'n camera. Oh ja, absoluut. En, maar ik denk dat men, en dat begrijp ik ook, je gaat geen prioriteitgebieden, klopt, identificeren en zaken daar zetten. Ik denk waarom men eerst begonnen is met Paramaribo en Wanica. Je weet dat in die twee districten je de concentratie van wooneenheden en zeg maar industriële gebieden en, ja, en zakenpanden, daar heb, in die twee districten heb je de meeste zaken. En je ziet ook als je kijkt naar, naar ons criminaliteitsbeeld, dat zie je dat in Paramaribo en Wanica de meeste strafbare feiten worden gepleegd als het gaat, precies, om diefstallen en, ja, beroving. Omdat de concentratie daar je de economische zeg maar, zaken hebt die plaatsvinden. Dus men heeft zich daarop geconcentreerd en inderdaad op bepaalde cruciale punten buiten Wanica en Paramaribo. Maar als ik het goed heb begrepen, is het uiteindelijk doel om zeg maar heel veel gebieden van Suriname te bestrijken. Omdat je hebt een voordeel voor wat de technologie betreft. Die camera wordt niet moe. Hij is eenmaal 24 uur inzetbaar. Dat is waar. Overuren komen niet bij kijken. Precies. Je moet gewoon zorgen, ja, dat het goed onderhouden, ja, blijft. En anytime kan je zeg maar een beroep doen op, ja, ja, in dit geval beelden die zijn vastgelegd. Precies. Toch, dus het kan alleen maar voordeel hebben. Daarom zien we dat in het buitenland, dit is, ja, voor mij heel Nederland is al voorzien van camera's als je mij vraagt. Ja, ja, ja. Omdat men het nut ervan ziet. Klopt. En dat is ook waar Suriname naartoe wil gaan. En ik ben blij mee, omdat net zoals we daarnet al aangaven, als we kijken dus naar januari tot en met mei, dan zien we dat dat Safe City project al zo'n vruchten heeft afgeworpen. Dus dat bestaansrecht van dit ding is al bewezen als je mij vraagt. Ja, ja. Ze moeten alleen maar uitbreiden, waardoor de politie effectiever kan optreden als het is voordat dat strafbaar feit plaatsvindt of nadat dat strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Klopt, klopt. Ja. Meneer Naarden, ik zit ook even te denken terwijl u sprak. Ja. Dacht ik een beetje aan het verkeer. Ja. Als we zo even het dagelijkse verkeer in ons gedachten nemen, dan zie je dat er ook heel wat gebeurt, ja, in het verkeer. Helaas. Ja, tussen de weggebruikers, ja, 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 onderling, ja, die ja, soms in de fout gaan, ja, en het niet willen toegeven. Ja. Ik weet dat er ook een tijdje geleden ja, een bericht was verschenen, ja, waarbij men foto's kon maken, ja, als men iets zag dat niet paste op dat, ja, moment. En dan kon je foto's maken en ergens naartoe appen, ja, en dan zou er werk van gemaakt worden. Ja. Ik weet niet in hoeverre dat systeem nog werkt, ja, maar zouden we misschien met het Safe City project ook wat aan het verkeer kunnen doen? Oh ja, zeker. En dat ten aanzien van foto's schieten en sturen naar de afdeling, dat is er nog steeds. Ja. Men kan dan foto's schieten en dan sturen voor de afdeling digitale recherche. Maar het is meer bedoeld voor strafbare handelingen gepleegd. Toch? Bijvoorbeeld, iemand is beroofd geworden en als een getuige in de buurt is die een foto kan maken van de vluchtauto, ja, ja, dan zijn we blij als we dat hebben, waardoor, ja, ja, we sneller achter de zo'n verdachte aan, klopt, kunnen komen. Maar dat heeft te maken met een strafrechtelijk ding, een strafbaar feit gepleegd. Ja, ja. Als iemand bijvoorbeeld zeg maar door rood heeft gereden en ik zou het hebben vastgelegd, ja, ja, ik ben burger, ja, en ik zou dat sturen voor de digitale recherche, gaan wij dat niet kunnen gebruiken om de persoon zeg maar te vervolgen. Ja. Omdat het een overtreding is. Tot op dit moment is het zo dat in feite wat overtredingen betreft de politie de persoon op hitte dat moet betrappen. In de zin van dat terwijl je dat
geleerd dat die overtreding heeft plaatsgevonden en een politieman is daar en ziet dat gebeuren, dan treed je op tegen de persoon. Klopt. Maar ik kan iemand niet door rood licht zien rijden. Ik heb dat kentekennummer opgenomen. Je gaat achter de persoon aan, maar ja, op een gegeven moment raak je de persoon kwijt uit het oog. En ik zou die persoon de volgende dag zien. Dan kan ik de persoon niet gaan bekeuren. Klopt. Voor dat wat klopt. Ik gisteren heb waargenomen. Toch, die ruimte biedt de rijwet niet. Dat gezegd hebbende, zeg ik dat je wel iets zal kunnen doen, maar dan ga je de wetgeving moeten veranderen. Klopt. Op dit stuk. Kijk, ten aanzien van Safe City. Want die camera's neemt alles op. Neemt ook verkeersovertredingen op. En dat zien die collega's natuurlijk ook. Ja, ja. Maar dat gaan ze niet doorspelen aan de plaatselijke politie. Omdat, dat wat ik u zei, er moet wetgeving komen. Precies. Als er een verandering zou komen in de wet, zeg maar, de rijwet. Dat zou aangeven dat als beelden zijn vastgelegd van een overtreding. Dat je dan achteraf een gesanctioneerd mag worden. In dit geval bekeurd mag worden. Ja, ja. Dat zou het heel goed zijn, ja. Om ook de verkeersveiligheid te vergroten. Maar zover is men nog niet, want toen ik daar ging naar het Command Center, heb ik die vraag ook gesteld aan de leidinggevende van, is het ook mogelijk om die camera's te gebruiken voor verkeersovertredingen gepleegd? Ja, zegt hij ja. Natuurlijk ga je ook wat software moeten aanschaffen om dat te kunnen doen, zegt hij. Maar twee dingen gaan moeten gebeuren, los van dus één, software, en twee, de wet moet worden aangepast op dat stuk, toch? Zoals in het buitenland het geval is, toch? Men zegt, je wordt geflitst. Is er wat een foto gemaakt van een gepleegde overtreding gepleegd op dat moment? En achteraf word je dan, klopt. Krijg je dan je boetebrief. Met dag en datum. Met dag en datum. Precies. Dus daarom zei jij, software, ja. Waar ga je dat ook moeten hebben, dag, datum en tijdstip. Klopt. En de wetgeving moet worden aangepast, Dat je, zodat je de persoon achteraf nog kan, kan sanctioneren. Precies, want wanneer er dag, datum en tijdstip is aangegeven, dan kan je niet eronder uit. Ja. Dus dan is er hard bewijs dat je inderdaad in de fout bent gegaan. In elk geval, niet dat... Laat me een voorbeeld geven, dat ik denk dat het een beetje makkelijk te begrijpen voor de kijkers. Ik heb u mijn auto geleend, toch? Ja. En u rijdt in de auto en u rijdt door rood licht. En dan komt de politie en zegt van, meneer Naden, u bent geflitst, om dat woord flitsen te gebruiken, of de camera heeft... U voertuig vastgelegd terwijl u door rood licht reed. Dus u wordt bekeurd ervoor. En ik zou zeggen, maar nee, ik heb niet gereden. Ja. Hoe kan je mij bekeuren? Ik heb de overtreding niet begaan. Niet begaan. Ik denk dat we dan op dit stuk het wiel dan niet meer hoeven uit te vinden. Want ik heb begrepen dat in de Nederlandse wet op dat stuk het zo is dat omdat ik de eigenaar ben van het voertuig, maakt niet uit wie op dat moment reed. Klopt. Ik word bent u verantwoordelijk? Verantwoordelijk en aansprakelijk. Precies. Dat zal ik dan op u moeten verhalen. Dat die boete die ik ga betalen. Toch? En ik denk dat het beste is, want als je de ruimte zou laten van. Of dan moet je hebben, dus dat wat men noemt personal recognition, toch? Dat die camera ook de persoon achter het stuur kan vastleggen. De bestuurder op dat de moment. De bestuurder. Maar ik denk dat dat te ver zou voeren, want men kan zich camoufleren. Maar ik denk dat het beste is, die auto is geregistreerd op naam van Naden. Meneer Naden, uw auto is gespot tijdens het overtreden van tijdens het begaan van een verkeersovertreding. U bent verantwoordelijk. Nou, als iemand anders uw voertuig op dat moment reed, dan moet u dan dat wat u gaat betalen aan boetegeld dan gaan verhalen op de andere. Ik heb begrepen dat het door deze wet het zo is dat in Nederland men niet zo makkelijk auto's leed aan anderen. Precies. Omdat men dan die boete dan krijgt als de persoon zich niet heeft gedragen. In gevallen waarbij auto's worden verhuurd, dan zijn er ook een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen. Ja. En dan ben jij verantwoordelijk als je zeg maar door rood licht hebt gereden of een verkeersovertreding hebt begaan.
Maar meneer Naarden, we gaan het programma afsluiten. U bent tevreden met het project tot nu toe? Mijn persoonlijke mening, ik ben niet gewoon tevreden. Ik ben dik tevreden. Okay. En ik zie ernaar uit dat men meer camera's gaat plaatsen op een, andere locaties. Omdat, net wat ik reeds zei, die camera's hebben al bewezen dat ze goed gebruikt kunnen worden ter bestrijding van criminaliteit. Dus ik hoop dat men meer zet. Als men heel Suriname kan bestrijken, zal het, dat het werk van de politie sowieso makkelijker maken. Zeker ja. Weten. Zeker en de burgerij zal dat ook veiliger kunnen zijn. Ja, ja. Toch? Dus ik denk dat we dit gewoon door moeten gaan hiermee. En in dit geval, zij die daarmee bezig zijn, alle ondersteuning moeten geven. Zeker weten. Ja. Mag ik u bedanken voor de komst? Ja. En ik zou zeggen, heel veel succes verder met het project. Ja, dank u wel. En ook succes met uw programma. Ja, dank u wel. Ja, is goed.